mensen, welkom weer terug. En ik had dus die ene, je weet wel, gevangen. De Abra. En dan zit ik gewoon wat rond te lopen, kom ik zijn evaluatie tegen. Ik denk, wat de heck. Waarom had ik die dan niet gevangen? Nou, dat komt gewoon omdat ik een stomkop ben en niet weet wat ik doe. Maar, huis bouwen. Dat was ook al wat ik in de eerste aflevering zei. Als je die ook had gezien. Ik heb een hekel aan dit soort hout. Ik hou liever van het echte officiële beige kleurige hout. Maar ik heb nu geen keus. Dus, oh, Gasly komt naar mijn huisje toe. Weet je, ik ga mijn eerste echte officiële Pokémon gevecht met hem doen. Oh ja, zo switchte ik. Go, Abra! Oh, wacht, nee, toch niet. Abra is zwak tegen... That's enough, Abra. Go, Bulbasaur! Yay! Spite. Oh, dat heeft totaal geen effect op hem, dus... Ik gebruik Tackle op Gasly! Oké, had die Tackle geen effect? Oh ja, natuurlijk, omdat het een normaal aanval is en Gasly is een geestsoort, dus dat heeft geen effect. Dus het enige wat ik nu nog kan doen is runnen. Oh, hij gebruikt Lick op me. Dat is niet goed. Oh nee. Dit is echt niet goed. Mijn Bulbasaur gaat dood aan die Gasly. Run! Bulbasaur escaped. Yay! Oh, dan zet ik ook nog mijn Abra. Kom terug. Zo, die Gasly is irritant. Dus weet je wat ik ga doen? Ik probeer hem in een Pokéball te vangen. Yay! Ah, gooi ik mijn eigen Pokémon. Ah. Balen. Ja, ren weg, Bulbasaur. Wegrennen! Wegrennen! Ren weg! Dag! Vangen! Oké, daar is de Pokémon. Oh, ik heb hem niet gevangen. Nog een keer. Waar is de Pokémon nu? Oh, daar. Heb ik hem? Daar! Waar is de Pokéball nu? Oh, daar. Oh, alweer niet. Als je denkt, wat is dat voor geluid op de achtergrond? Dat is mijn vader. Daar. Straks zijn alle Pokéballs op. Ik ga hem niet vangen in een Masterball. Want daar heb ik totaal geen zin in. Daar. Oh, hij wiebelt. Gaat het hem lukken? Oh, het gaat hem lukken. Ik weet het zo aan het zeker. Yay! Ik heb een Gasly. Ja, wat sta jij nou te kijken, Chinks? Zoals jullie zien heb ik nu een Jinx. Nee, niet een Jinx, een Gasly. En 3 Pokémons en nog haast geen huis. Zie jullie in de volgende video.